Yo, ja, ik ben Koen van Zornik en ik heb erin zitten over nadenken. Wat ik vooral ervaar is gewoon als wij optreden, dan zie ik alleen maar goede dingen. Als wij die positieve vibe van die kids niet hadden en van iedereen die gewoon naar ons optredens komt en zich uitleeft, dan bestonden wij gewoon niet. Wat ik ook heel veel, wat ik heel erg zie is op ons forum, op onze site. Ze kunnen zich daar allemaal op inschrijven en dan zijn er heel veel die elkaar nooit gekenden eigenlijk en dan echt groepjes gaan vormen en elkaar hebben leren kennen door Zornik, naar concerten komen, zich uitleven. Net als Pukkelpop, 60.000 man, allemaal jongeren. Pff, ik denk niet dat er ooit een ene klop valt of ene keer gevochten wordt. Ik denk dat er een beetje te veel gekeken wordt naar de negatieve kant en zoals ik... al zei juist tegen iemand, ik heb ooit in mijn opleiding, want ik ben eigenlijk leraar, stond er op de muur geprojecteerd, kinderen, de jeugd van tegenwoordig, we hebben geen respect voor ouders, ze spuwen, ze vloeken, ze kennen alleen maar lelijke woorden, bla bla bla. Wij moesten raden van wie dat was. Natuurlijk, iedereen denkt dan aan zijn ouders of aan gewoon de maatschappij. En op dat moment werd ons verteld dat eigenlijk geschreven was door Socrates. En dan spreek je toch over de oudheid. Dus dat is alleen maar het bewijs dat dat vooroordeel en dat die zever eigenlijk er altijd geweest is en dat dat helemaal niet waar is. We staan hier vandaag ons klaar te maken voor een repetitie voor weer een theatervoorstelling en dat gaat zich weer bewijzen dat gewoon ja, dat jongeren daar gewoon op afkomen. Dus ik kan maar één ding zeggen. Ga naar www.okgeneration.be en laat zien dat dat niet zo is. Schrijf u in en ja, schreeuw iets uit. Zeg gewoon wat je wilt doen om te bewijzen dat het tegendeel waar is en dat er alleen maar goede dingen rondhangen.